kon het verval. En op 23 oktober 1999 valt hij na een ruzie met zijn vriend Hans uit het badkamerraam en komt om het leven. Rex Gildo is dan 60 jaar. De vraag is sindsdien, viel hij of sprong hij de dood tegemoet om een einde te maken aan een gespleten leven en een uitgebluste carrière? Deze vraag inspireerde regisseur Hans Heine tot het maken van de documentaire Rex Gildo, de val van een schlagerkoning. Op de dag van de première sprak verslaggever Herco van Hout met hoofdrolspelers en regisseur Hans Heine. In welches Land sie auch kommen, ihr Aufenthalt ist nicht legal. Ziehen umher und sind trotzdem gefangen wie Fische im Netz. Dit is mijn lievelingsfoto. Die heb ik heel groot in de gastenkamer hangen. Die is heel mooi. En deze vind ik zo leuk, die heeft hij opgeschreven. Mijn Annie, schön dass es dir gibt. Dein Rex. Toen ik jong was, hoorde ik heel veel Duitse slagermuziek. Roy Black, Freddy Quinn, Peter Kraus, Rex Gildo. En iedereen vond Rex Gildo gewoon een womanizer, een prachtige man. En het was, hij had iets van een Indo, geen Duitser. Meisjes die vroeger bij ons oppasten, die hadden allemaal van die gigantische affiches op hun tienerkamers hangen. Met Roy Black, Rex Gildo, Freddy Quinn, die drie. En dan een houthakkershemde, gitaar over de rug, mooie natuur. Het riep een soort ideaalbeeld op. En dat kon ik me dus van toen herinneren. Ik denk, ja, een man die zo eigenlijk in de herinnering zag bij mensen. En die dan later op zo'n vreselijke manier eigenlijk uit het raam springt of valt of whatever. Er zijn allerlei verhalen over. In de film is het dus, wordt dat ook meer uitgelegd. Ik dacht, daar wil je gewoon meer van weten. De Duitse slagerzanger Rex Gildo is overleden. Afgelopen zaterdag raakte hij levensgevaarlijk gewond. Hij lag in coma. Sindsdien probeerden artsen het leven van de artiest te redden, maar zijn hart begaf het uiteindelijk. Der Schlagersänger, der seit langer Zeit in einer schweren beruflichen und privaten Krise steckte, hatte sich am Samstagabend aus dem Fenster seiner Münchner Stadtwohnung gestürzt. Er hatte ja mehrere Verletzungen. Herz, Lunge und Niere waren gequetscht, Leber und Milz gerissen, mehrere Knochenbrüche. Und diese Gesamtheit der Verletzungen hat wahrscheinlich dazu geführt, dass der Körper einfach irgendwann aufgegeben hat. Also er wurde rund um die Uhr... Oh ja, das kriege ich. Ich kriege mit Kerstmesat ins Geduld. Deze horloge heb ik de laatste keer geloof ik gehad. Want ik had een horloge waar ik hele kleine cijfers kon ik niet op zien. Dat heeft hij onthouden, heb ik deze gehad. Ieder jaar kreeg. En als ik als hij op vakantie ging, bracht hij soms ook wel mee. Eén keer een blouse uit Zwitserland. Met zo'n sjaaltje, die kun je hier niet dragen hoor. En één keer een rode blouse is wel leuk. Ja, ik kon het heel goed merken. Sind so im Schlagerbereich eine Ersatztherapie für 35, 40-jährige Frauen, die also noch lang nicht mit ihren Emotionen abgeschlossen haben, die sich nicht als Großmütter und jetzt ist alles vorüber, die noch träumen, die noch was erwarten jetzt emotionell von einer männlichen Seite. Aber der eigene Mann, der trifft sich zum Kegeln und der unterhält sich schon mal mit der Frau, aber da geht es ums Essen oder um nächsten Urlaub oder dass die Wahl falsch gelaufen ist. Aber da wird nicht mehr über emotionelles, persönliches geredet. Das also, wonach diese Frauen sich sehnen. Und dann ist ein Rex Gildo oder einer, der so auftritt wie Rex Gildo, in die träumt man sich dann hinein, weil es gibt emotionelle Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Ik vond hem erg mooi. Net zoals Danny Christian zegt, mijn vrouw vindt hem eigenlijk te mooi. Iedere vrouw heeft zijn eigen type man, of niet? En als ik dan mijn man langs Rex zet, dan is het wel een heel wat breed verschil, hè? Maar ik bedoel, als type man, nee. Ik bedoel, als vriendschap wel,
Maar u weet wel wat ik bedoel. Dus ik zag er niks in. Maar als persoon wel. Oh ja. Ja. En de eerste jaren van zijn succes, hij was die jonge Adonis en iedereen lag hem aan zijn voeten. En hij was gewoon een absolute superster in Duitsland. Iemand naar wie je opkeek ook was zijn gedrag, want hij was een echte gentleman. Gewoon iemand die altijd netjes, aardig, lief en correct was. En ook in zijn werkwijze gewoon op het podium fantastisch was. Maar naarmate hij ouder werd en hij daarmee steeds meer problemen kreeg, met daarbij ook nog het feit dat hij niet echt zo kon leven zoals hij het eigenlijk in zijn binnenste wou, want zijn seksuele geaardheid zat hem ook nog in de weg, want hij groeide op in een tijd dat men toch in Duitsland, om het ja, voorzichtig te zeggen, nog bijzonder conservatief was. En men dat als een soort ziekte zag. Ik denk dus eerder dat hij biseksueel is, als dat hij puur homo is, hoor. Ja? Knippen. Knippen. Ik zit je af te knijpen. Nee, dat is gewoon zo, dat denk ik gewoon. Ja, dan moet je niet zetten voor de bioseks... Nou, dat is weer wat biseksueel. Nee, ik geloof, ik weet niet wat hij was. Maar die zag graag het vrouwelijk schoon. En dat weet ik wel heel zeker. Dat weet ik ook wel zeker. Maar er was ook een andere kant en dat is gewoon zo. Dus ik heb mij daar nooit voor geïnteresseerd. Zij willen sowieso al nooit horen dat Rex Gildo misschien wel homoseksueel is. Dat hebben ze nooit willen horen. En ze hebben nooit willen horen dat hij de laatste jaren van zijn leven op mindere podia acteerde. En misschien wel een campattractie werd, misschien. Weet je, dat soort dingen hebben zij nooit en te nemen, dat hebben ze nooit willen horen. En dat wordt nu misschien iets duidelijker geïnsinueerd. Ik zeg ook niet dat de film dat zo duidelijk neerzet. Maar wijst wel in die richting. Wie vonden hem een eenzame mens? Hij was ook altijd tussen de fans. Nooit zo met zijn collega's. Als hij bleef slopen. Dan liep hij dus naar boven naar zijn kamer. En dan zei hij altijd, wat is toch een eenzame mens? En dan was hij zo liepen al. Kent ze hebben, hier wat mensen en die heren toch eenzaam. Dat is zo. Dat vond ik gek zo. De val is geweest dat hij gewoon volgens mij in twee verschillende huizen zat. Dat hij in een tijd werd geboren waar de slager en hij qua uiterlijk en alles nog onvoorstelbaar groot konden worden en echt een ster à la Elvis werd in Duitsland. En dat het contraire daarin was gewoon dat hij zijn geaardheid niet echt kon uitleven. Zijn leven niet zo kon leven zoals hij van binnen voelde en niet ouder kon worden. En dat die drie bij elkaar, dat was zijn val volgens mij. Wanneer gaat u zelf stoppen? Want u heeft nu gezien, te laat, te lang doorgaan is dodelijk. Nou... Punt 1 heb ik op dit moment het grote geluk dat het met mij weer heel erg goed gaat. En punt 2 denk ik dat ik de fout niet ga maken teksten te gaan zingen die niet meer bij mijn leeftijd passen. Dat gebeurt gewoon niet. Ik ben ook een beetje bang en zenuwachtig voor wat u vanavond in de film te zien gaat krijgen. Ja, dat is wel. Ik denk ook dat het heel emotioneel is. Ja. Ja, ik zie dat toch echt tegenop. Ja. Maar men mag emotioneel zijn, hè. Dit waren de achtergronden bij het nieuws in 2 vandaag. Over een paar minuten begint het...